Goed, goedemorgen allemaal. Wat een enorme opkomst. Ik schrik er een beetje van. Ik was zes, zeven jaar oud, toen ik hier voor het eerst in Artis kwam. En ik heb vanaf dat moment heb ik een briefje aan mijn moeder geschreven. Wat ik een paar jaar geleden in een archief vond toen ik iets anders opzocht. En zal ik even voorlezen. Lieve mama, gaat het goed? Wij zijn naar Artis geweest. Het was erg leuk. We hebben de apen gezien en de wasbeertjes. En we hebben van de oppasser een stekel gehad. Ik vind het zo naar dat ik mijn amandelen moet laten knippen. Nou, dat was weer wat anders. Dag mam, veel liefs. Deze brief is van Monnie. Dag mam. Dus het is zo grappig dat deze brief, dat die ook nooit kwijt is geraakt. Die hebben dus al die verhuizingen. Dat is al 54 jaar lang, heb ik die brief gewoon bewaard. Dus het is voor mij heel belangrijk geweest, kennelijk. Een jaar voordat ik deze brief schreef, overleed mijn vader, plotseling. En bleef mijn moeder met 3 kleine kinderen achter. En dat was natuurlijk een hele vreselijke, verdrietige tijd. En mijn moeder besloot om naar Den Haag weer terug te verhuizen, waar mijn grootouders woonden. En zij moest haar hele leven weer oppakken. En nogmaals, het was een nare, zware, moeilijke tijd. En we kregen een brief op een gegeven moment van mijn tante. Die woonde in Amsterdam. En die zei, is het geen goed idee als Monique en Joke, mijn zusje, een paar dagen in Amsterdam komen logeren? Nou, dat vonden wij natuurlijk fantastisch. En we mochten alleen met de trein, mijn zusje 9, ik 6, naar Amsterdam. En mijn tante stond dan op het Centraal Station om ons op te halen. En we gingen met de tram en we gingen meteen naar Artis. Nou ja, voor ons was het echt gewoon naar New York gaan, hè. En we kwamen hier aan en ik zal het nooit vergeten tot de dag van gisteren. Toen ik hier dat park in kwam en ik had dus nog nooit zoveel levende dieren gezien. En het was echt, het was verpletterend. Het was... Alle dieren die ik op van plaatjes kende, alle Annie M.G. Schmid boeken werden waar. Het was ongelooflijk. De giraffen die zo prachtig bewogen en de blaadjes opaten. Ik was helemaal in bewondering en verwondering. En ik voel nog het klamme handje van mij in de hand van mijn zus. En... Nou ja, dat is een herinnering die nooit meer van me weg zal gaan. En een paar dagen geleden stond ik nog op een filmset en zaten met een groep acteurs en we moesten nogal lang wachten. Dat is meestal het geval bij film. En ik vroeg om de tijd te doden aan hen, wat zijn jullie herinneringen aan Artis? Weten dat ik hier vandaag moest zijn. En echt alsof er een la van herinneringen openging. Iedereen had een verhaal. En dat is zo ontzettend goed dat je dat hebt geïnitieerd. Want bijvoorbeeld, telefoons moeten uit natuurlijk. Altijd streng. Maar in ieder geval, iedereen had een verhaal. En een actrice zei, ja, ik heb hier in Amsterdam op school gezeten. En ik ging elke dag wel naar Artis. En ik heb een nijlpaardje geboren zien worden. Nou, het was ontzettend leuk om te horen wat iedereen te vertellen had. En het ging heel veel over traditie en over grootouders en over een jaarkaart en vaak daar naartoe en uitjes. En dat is natuurlijk wat je doorgeeft. Dus hè, ik heb ook genoten van om mijn eigen kind Artis te laten zien en door zijn ogen te kijken wat het met hem deed. In ieder geval denk ik dat Artis heel veel geluk brengt. En dat zou ik heel graag door willen geven aan de komende generaties. En ik denk dat we daarom hier allemaal bij elkaar zijn. En Haik, dank je wel dat je dit allemaal zo voor elkaar hebt. Hartstikke goed. Dank je wel. Dank je wel, man. Al 175 jaar struint de mens door misschien wel de mooiste tuin van Nederland. Nou, al die mensen hebben herinneringen. Herinneringen aan elkaar, aan de eerste zoen en aan opa. Heb je ook zo'n herinnering? Ga dan naar artis.nl en laat je foto, film of verhaal achter. Want Artis is al 175 jaar een mensentuin.